Voordat ik deze video ga beginnen, dacht ik van hey, misschien is het wel eens een keertje leuk om te gaan openen met een vraag. En mijn vraag is, als je dit muziekje hoort, waar denk je dan aan? Ik denk dat je het wel goed gaat hebben. Wat het is, daar ga ik het later over hebben in deze video. Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Fortnite video. Elke week plaats ik een video over een eerder seizoen die we hebben gehad. En dan maak ik daar een toplijstje over. Wat er allemaal in dat toplijstje komt, zijn vooral dingen die ik me heel goed kan herinneren. Dus bijvoorbeeld map updates of hele gave skins. Vandaag heb ik voor jullie een hele leuke video. Top 10 dingen die alleen seizoen 5 spelers kunnen herinneren. En om meteen even te spoileren naar de volgende video, dat gaat over seizoen 2. En om jullie ook een beetje erbij te betrekken, want anders is het alleen maar mijn mening en mijn ideeën. En dat wordt na een tijdje wel een beetje saai. Dacht ik van, hey, ik ga jullie mening er ook bij betrekken. Wat ik namelijk wel ga doen, is ik ga via Instagram vragen aan jullie van, hey, wat weet jij nog over seizoen 2? En een paar van die antwoorden verwerk ik dan in mijn video's. Dat leek me best wel leuk. Dus volg je me nog niet op Instagram, zeker even doen. En misschien kom je dan wel in de volgende video. Seizoen 3 en seizoen 4 heb ik al gehad. Heb jij die video's nog niet gezien? Druk zeker even in het i'tje rechtsbovenin. Heb ik gewoon een afspeellijst met gewoon alle top Fortnite video's die ik ooit heb gemaakt. En daar zit dus ook de top 10 die alleen seizoen 4 spelers kunnen herinneren of seizoen 3. Vergeet natuurlijk ook niet even op dat duimpje omhoog te drukken. Zou ik super nice vinden. En wat ik dus ook zeg, niet vergeten. Druk anders nu op dat duimpje. En dan is aan het eind van de video, als je denkt van hey, dat is best wel een leuke video, kan je ook zeker op dat duimpje drukken. Voor de mensen die naar DTG gaan, ik ga dus ook naar DTG, dus Dutch YouTube Gathering. Grote meeting, komen veel grote YouTubers naartoe. Je kan zeker de website even kijken. Ik ga er ook naartoe en ik ga gewoon lekker rondlopen. Ik ga ook gewoon een beetje van de dag genieten. Ik ga niet alleen maar in zo'n, ja, op één spot blijven staan in zo'n grote rij. Daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon lekker een beetje bewegingsruimte, lekker lol maken met jullie. Dus ga naar DTG, ik ben er ook bij. Seizoen 5 in het algemeen vond ik een best wel leuk seizoen om te spelen. De gameplay was redelijk leuk, maar vooral hoe Fortnite seizoen 5 heeft opgehyped was echt geniaal. Wat heeft Fortnite namelijk gedaan? In seizoen 4 kwamen natuurlijk overal van die rifts en namen dingen mee of gaven dingen terug. Het grappige was, een van die rifts heeft dus de deurburger meegenomen en de deurburger teleporteerde naar onze wereld. Wij konden gewoon de deurburger zien in het echt. Dat vond ik best wel een gaaf idee. Ook konden we lootlama's vinden in de hoofdsteden van Europa. Hoe gaaf is dat, dat je gewoon in Barcelona, Parijs of Londen bent. En dan kan je gewoon een echte officiële Fortnite lootlama vinden. Vond ik best wel een leuk idee. Maar laat ik maar gewoon beginnen met de top 10, want ik kan hier nog al heel lang over doorpraten. Op nummer 10 staat de grote map update, dus het woestijngebied. Mosemeyer, een hele saaie plek, werd dus vervangen door het woestijngebied. En dat was best wel een goede update. Mosemeyer was in seizoen 1 tot en met 4 een plek waarvan je niet echt altijd zeker was. Want als je op die plek landde, het moeras werkte best wel sloom. Je moest best wel sloom door het water lopen. En de cirkel was bijna nooit in Mosemeyer. Dus je moest bijna altijd lopen. En daarom was het niet echt een geliefde plek in de Fortnite map. Daarom waren er veel Fortnite spelers blij dat deze plek werd geüpdate. En het nieuwe woestijngebied vind ik nog steeds gewoon een betere plek dan Mosemeyer. Het heeft nu grote bergen, wat ik ontzettend nice vind. En natuurlijk Paradise Palms. En Paradise Palms was echt een van mijn favoriete plekjes in seizoen 5. De Fortnite map zag er nu ook wel een stuk levendiger uit. Eigenlijk een stuk leuker, veel meer kleuren. Want in seizoen 1, ik weet niet of we seizoen 1 spelers kijken, was de Fortnite map echt fel groen. Echt dat vieze groen. En gelukkig past Fortnite dat de hele tijd aan en wordt de Fortnite map steeds levendiger. En als ik denk aan seizoen 5, dan denk ik ook meteen aan de rifts. En dat staat op nummer 9. Als je nu gaat zoeken naar rifts in de Fortnite map, zijn ze best wel schaars. De plekken waar je ze volgens mij het meest kan vinden zijn bij de deurburger en in het woestijngebied. En nog een paar bunkertjes. Maar dat is het ook wel. En vroeger waren er overal rifts in de Fortnite map en kon je er echt super veel vinden. Zelf vond ik wel dat er te veel rifts waren, maar dat is meestal met Fortnite. Als ze iets uitbrengen de eerste weken, is het gewoon te overpowered. En dat was met de rifts ook. Zeker in het Vikingdorpje had je iets van 7, 8 rifts en dat was een beetje overpowered. De rift was voor die tijd gewoon zeg maar het vervoersmiddel waardoor je gewoon supersnel naar A naar B kon. We hebben nu de slipstream, we hebben eerder de kabelbanen gehad en ga zo maar door. Vroeger in seizoen 5 waren de rifts echt het vervoersmiddel waar je gewoon supersnel van A naar B kon gaan. En zelf vind ik de rifts ook een beter vervoersmiddel dan wat we nu hebben, de slipstream. Want dat vind ik echt een belachelijk overdreven groot ding. Vroeger moest je ook goed nadenken waar je naartoe ging in de Fortnite map. En dat mis ik ook een beetje de laatste tijd. Je hoeft niet echt rekening meer te houden met de cirkel. Want ja, je kan toch wel op tijd van A naar B zijn. Want je hebt voertuigen, je hebt rifts, je hebt slipstreams, je hebt kabelbanen, je hebt ballers. Ga zo maar door.
het is niet zo moeilijk om, zeg maar, voor de cirkel uit te blijven. En vroeger in seizoen 1 en seizoen 2 was dat echt een probleem. En als we het hebben over een vervoersmiddel, dan denk ik ook meteen aan de ETK in seizoen 5. En dat staat op nummer 8. Dit was een van de voertuigen die ik wel aan zag komen in een Battle Royale van Fortnite. Gewoon een voertuig, gewoon een autootje waarmee je van A naar B kan. De ETK vond ik best wel een goede toevoeging en zeker als je het vergelijkt met het winkelkarretje. Het winkelkarretje was gewoon redelijk buggy, je kon 300 meter de lucht in geknald worden, je kon door de Fortnite map heen. En bij de ETK had je dat probleem nooit echt gehad. ETK vond ik gewoon een hele goede toevoeging. Het is gewoon een simpel autootje en daarmee heb ik ook gewoon hele leuke clips meegemaakt. Dat je bijvoorbeeld tegen iemand aanrijdt, zodat hij van de berg afvalt. En natuurlijk vond ik ook dat hele dat je kon driften, waardoor je dus boost kon opbouwen, vond ik ook heel erg creatief bedacht van Fortnite. En de ETK is tenminste niet zo overpowered als de baller. We hebben allemaal wel een mening over de baller. De ene vindt de baller echt verschrikkelijk overpowered en de andere vindt de baller weer super grappig om te gebruiken. En dat heb je bij de ETK niet zozeer. De ETK, ja, je kan er gewoon van A naar B mee gaan. Met de baller kan je ook een potje winnen om aan de Fortnite map te hangen, wat ik ook een keertje heb gedaan. Super saai, maar het werkt wel. En als ik dan ga denken aan de gameplay in seizoen 5, dan moet ik ook heel erg terugdenken aan de SMG's die ontzettend sterk waren. En dat staat op nummer 7. Wat was er namelijk aan de hand? Een week voordat seizoen 5 ging beginnen, dus nog in seizoen 4, kwam de drumgun uit. Zeg maar de god van alle SMG-wapens in Fortnite. En een paar weken daarna kwam de SMG uit. En de weken daarna kwam de compact SMG uit. Fortnite wou namelijk de gameplay een beetje gaan veranderen in seizoen 5. Niet alleen maar shotguns en AR's en snipers. De SMG's werden niet zo heel veel gebruikt. Dus daarom dacht Fortnite, hey, we gaan de SMG's wat beter maken. Maar daarom moest je ook echt de SMG's gebruiken om een potje te winnen. Dit was namelijk het seizoen 5 van Spray to Win. Als je maar doorknalt op je tegenstander en als een match eraf knalt, dan win je wel. En dat vond ik niet zo fijn aan seizoen 5. Er zat weinig tactiek achter. Het was vooral, we gaan met de drumgun sprayen. Oh, ik heb nog een compact SMG. Daar gaan we ook mee sprayen. Dat vond ik wel jammer. En dan heb ik op nummer 6 de Battle Pass neergezet van seizoen 5. Want die kan ik natuurlijk niet vergeten. Deze Battle Pass was best wel prima. Je had natuurlijk twee skins die er echt uitsprongen. En dat waren natuurlijk de Ragnarok en de Drift skin. De Drift skin vond ik erg gaaf, omdat hij heel erg basic begon. En toen kwam dat masker, body warmer, het hele jasje. En natuurlijk al dat bliksem effect. Ik vond het best wel een gave skin. En de Ragnarok vond ik vooral gaaf. Ja, de eerste stage sloeg nergens op. Maar zijn final stage was zo bruut, zo eindbaas. Dat heb je niet heel veel in Fortnite. Misschien de laatste tijd wel, maar in seizoen 5. Je had niet echt brute skins. Ze zijn vooral hele schattige, lieve skins. En je hebt niet echt Ragnaroks als skins. De laatste tijd wel, maar in seizoen 5 niet. De pickaxes die je bij deze skins kreeg waren ook best wel nice. En meestal bij een Battle Pass krijg je hele basic pickaxe, hele basic backbling. Maar de pickaxes van de Ragnarok en de Drift skin blijf ik nog steeds een van de beste pickaxes vinden die je kreeg in een Battle Pass. Al ga je kijken naar de Luke skin, dan krijg je best wel een matige skin. Je krijgt een best wel matige backbling, je krijgt een heel matig dansje. En de pickaxe kon er wel mee door. Op nummer 5 staat iets wat ik nooit meer ga vergeten. En als je dit hoort, dan weet je meteen wat ik bedoel. En dit was het geluidje. Dit muziekje kreeg je als je in een battlebus zat in een potje Battle Royale. En als ik het goed heb, hebben ze dit gedaan wat de release van Fortnite, dat was dus een jaar geleden. Dus Fortnite was een jaar oud. Op sommige plekken in een Fortnite map kon je een hele grote taart vinden met daaromheen allemaal kleine cakejes. En die cakejes kon je opeten voor levens. Ook kon je een hele grote taart als backbling krijgen als je challenges had gehaald. Maar natuurlijk blijft het deuntje als je in een battlebus zat, blijft wel echt het beste van deze hele verjaardagsevent. En dan heb ik op nummer 4 een hele bijzondere gebeurtenis neergezet. En niet heel veel mensen, heel veel Fortnite-spelers kennen dit verhaal. Ik denk wel zo'n 5 spelers, de helft kent het wel, maar de helft ook niet. Ik heb het over het grafsteentje in het woestijngebied. Dit is het verhaal van Chappadoodle. Ken jij het verhaal van Chappadoodle nog niet? Dan ga ik het je nu laten zien, want dit is een van de beste Fortnite clips. Denk wel de beste Fortnite clip uit seizoen 5. En in het algemeen een van de beste Fortnite clips die er ooit zijn gemaakt. Dit moment gaat nooit meer gebeuren. Wat was er namelijk gebeurd? Muzelk, in ieder geval volgens mij een Australische YouTuber, die zag een enemy op zo'n randje van het woestijngebied. Toen dacht hij meteen van, hey, ik ga hem helpen. En de rest mag je lekker zelf kijken, het is een hele leuke clip. En misschien ken je hem al. Must have fallen down there and run out of mats. That is way too funny. Alright boys, he looks friendly. We're gonna execute a rescue mission. Oh my god, we're actually gonna get him. I've got enough mats. If this dude kills me after I save his flippin' life, not gonna be happy. Wait,
Am I out of mat? Oh no! It's at the build limit! You can't build lower, that's why you stuck! He has mats, but he- Oh my god! Okay. That must have been what this guy was doing. Okay, here we go. This could hurt. Oh god, dude, if we slide off the edge. Oh no. Oh no. I'm coming for you, boy. I'm coming for you. Hold on! Musi's here! Oh no! We killed Chappadoodle! Oh my god! Well, that was a botched rescue operation. Jesus Christ. De naam Chappadoodle sloeg echt nergens op. En het moment dat hij dus naar beneden ging met dat autootje dat hij hem doodmaakte, blijft gewoon een van de mooiste momenten die ik ooit heb gezien in een clip van Fortnite. En als het goed is, dan heb ik nog steeds een beetje het gevoel, heeft Epic Games, dus de makers van Fortnite, hebben deze clip ook gezien en dachten van, hey, Chappadoodle moet gewoon een grafsteen krijgen. En dat heeft Fortnite gedaan. Precies op de plek waar Chappadoodle dus geraakt werd door de ATK, heeft Fortnite een grafsteen neergezet. Dus denk je van, hey, waarom stond die grafsteen er nou? Voor Chappadoodle. Op nummer 3 heb ik iets staan dat moest wel in dit lijstje en dat is Kevin the Cube. Wat was er nou aan de hand? De Cube teleporteerde uit de grote breuk die de Visitor had gemaakt met zijn raket. En de grap is, niet veel Fortnite spelers in Nederland hebben dit meegemaakt, omdat dit 5 over 11 was gebeurd. Ook was dit niet aangekondigd door Fortnite. Voor mij was het laatste potje wat ik op die dag ging spelen en gelukkig kon ik er nog bij zijn. En ik dacht meteen, toen die bliksemstraal super lang aanhield, dacht ik van, dit is een live event. In ieder geval, de Cube teleporteerde dus op de Fortnite map. Ging rollen, runes branden, rollen, runes branden, ga ze maar door. Uiteindelijk had de Cube 7 runes gebrand in de Fortnite map. En toen dacht de Cube, hey, ik wil dat gebouwtje in Tilde Towers nog even vernietigen. Had hij ook gedaan. En toen ging hij naar Loot Lake en daar verdween hij als een bruisbal in dat water. Deze plek veranderde in een soort van bouncy lake. Een lake, een meer waar je op kon springen. En dat was best wel grappig. Wel moet ik zeggen, het hele idee van deze Cube vond ik een van de slechtste ideeën die Fortnite ooit heeft bedacht. Want een hype naar een live event moet gewoon snel, moet misschien 6 weken duren. En dan is het nice. Bijvoorbeeld het raket event werd lekker opgehyped. Het event van nu met de robot en het monster vind ik ook ontzettend gaaf. Maar de Cube, moet je even voorstellen, die heeft er 2 seizoenen over gedaan. Om te rollen, om dat eiland mee te nemen en kapot te gaan. 2 seizoenen lang moesten wij wachten op het grote live event. Vond ik toch een beetje matig. Op nummer 2 heb ik een stadje neergezet. En dat is het cowboy stadje die ook werd toegevoegd met het woestijngebied. Niet heel veel Fortnite spelers gingen naar deze plek toe omdat het geen naam had. En ja, het zag er niet echt uit als een heel bijzonder dorp. Dus iedereen ging naar Paradise Palms. Totdat heel veel streamers daar naartoe gingen en uiteindelijk zeiden van, jongens, dit is een topplek, want je hebt superveel kisten op een kleine plek. En ja, ik weet niet hoeveel kisten je kan vinden, maar het is ontzettend veel dat je gewoon kist en je hoeft maar 5 meter te lopen en dan ben je alweer bij een nieuwe kist. En zeker in seizoen 5, toen ik een clipje zag van een streamer, ging ik hier alleen maar landen. En was het wel mijn favoriete plekje van seizoen 5 of Paradise Palms, vond ik op zich ook grappig om naartoe te gaan. En dan komen we aan bij nummer 1. En op nummer 1 heb ik Playground neergezet, omdat Playground zoveel heeft veranderd voor Fortnite. En ja, ik weet het, Playground is officieel toegevoegd in seizoen 4, dat is ook wel waar. Maar na 6 uur of na 8 uur of na, weet ik veel, 12 uur of zo, was het eruit gehaald. Omdat Playground, ja, de servers konden Playground gewoon totaal niet aan. Ik moest in een livestream 15 tot 30 minuten wachten om in een potje te komen. En zat ik in dat potje, werd ik er direct uitgegooid. Omdat het gewoon voor geen meter werkt. In seizoen 5 kwam Playground dus terug. Veel beter. De servers konden het meteen aan. En we konden gewoon lol maken. We konden oefenen. We konden bouwen. En dat heeft Fortnite wel gemaakt zoals het nu is. Het is meer dan een battle royale. Het is meer dan poppetjes afknallen. Je kan ook bouwen. Je kan je eigen game modes maken. En dat vind ik zo nice aan Fortnite. Dit was dan de top 10 dingen die alleen seizoen 5 spelers kunnen herinneren. Ik denk dat ik wel wat dingen ben vergeten nog in het lijstje die er best wel aan toegevoegd kunnen worden. Bijvoorbeeld items of skins die in de itemshop waren die echt super nice waren. Laat het zeker even achter in de reacties als ik iets heel belangrijks heb gemist. Want dan kan ik een 2.0 video maken. De volgende video gaat natuurlijk over de top 10 dingen die alleen seizoen 2 spelers kunnen herinneren. En een paar dingen ga ik ook vragen via Instagram. Dus volg je nog niet op Instagram, zou super nice zijn als je me even wilt volgen. Over 3 of 4 dagen ga ik dus de vraag stellen, wat weet jij nog over seizoen 2? Ik zal dan denken aan de dubbelpump. De Battle Pass natuurlijk, de Battle Pass met de Black Knight, die blijft ook heel erg nice. Of de Floss, of de Worm die je kon krijgen als dungeon. In ieder geval, vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker even op het duimpje te klikken en te abonneren. Je kan natuurlijk ook meteen op dat pellenbelletje klikken. Krijg je een melding als ik een video heb geüpload. En dan zie ik jou in een nieuwe video. Later.